Linda Guit, die stuurde ons dat het haar opviel dat het met name gaat over het milieu en over mensenrechten in de visserij. Maar ze leest eigenlijk niets over het dierenwelzijn van de vissen. Moeten we daar eigenlijk niets over zeggen? We gaan op onderzoek en vragen het aan Charlotte. Charlotte, kun jij ons vertellen hoe het zit met het dierenwelzijn? Ja, goede vraag is dat. Van wie kwam die vraag? Van Linda. Van Linda Guit. Linda. Ja, je zou denken dat bij vis we ook een score geven voor dierenwelzijn. Omdat we dat bij andere dierlijke producten natuurlijk wel doen. Hè? Bij producten van afkomstig van koeien, van kippen, geven we een score op dierenwelzijn. Bij vis doen we dat nog niet, omdat er nog onvoldoende goed onderzoek gedaan is. En ook onvoldoende informatie beschikbaar is om een score te geven. Maar wat wel interessant is om te melden, is dat we na de publicatie van deze visscores meteen benaderd werden door de organisatie De Vissenbescherming. Kijk, we kregen een brief van De Vissenbescherming met een rapport over het welzijn van in zee gevangen vis. Van de organisatie De Vissenbescherming, die samenwerkt met de Universiteit Wageningen. Oh. Dus nou, we nemen natuurlijk graag de uitnodiging van ze aan om te gaan kijken hoe we die informatie kunnen meenemen en wellicht in de toekomst ook een score kunnen geven op dierenwelzijn van vis.